Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een nieuwe Barbie. Ik had laatst al een kleine Barbie laten zien, een zeemermin. Die zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. En vandaag heb ik er weer eentje, dit keer in een andere uitvoering. Deze heeft namelijk paars haar. Hier op de achterkant kun je zien dat het een serie is met allemaal verschillende poppen. En je hebt er ook verschillende zeemerminnen bij. En wij hebben nu deze twee kleintjes. Die met het roze haar, die heb ik laatst al voorgesteld. En vandaag hebben we een andere mini zeemermin. Het is dus van Barbie, van Mattel. En ik vind dat ze er erg schattig uitziet. Ik ga er eens uit de verpakking halen. En dan gaan we er eens wat beter bekijken. Ze heeft mooie blauwe ogen en paarse oogschaduw. Ze heeft een roze lippenstift op. En ze heeft mooi paars haar. Dat past goed bij de oogschaduw. Of waarschijnlijk is de oogschaduw aangepast aan het haar. Het haar is erg zacht en het voelt mooi aan. Het is ook best wel lang. Het is ook een beetje gekruld. Nou, het heeft wat slag. Ja, en verder. Laatste keer toen vroeg ik me af of je er nog kon bewegen hier zo. Maar ze kunnen verder niets bijzonders. Het ziet er gewoon onder zo uit. Kijk, dit is transparant en dit keer is het een sterretje. Bij de andere zeemermin was dat een hartje. Dat is gewoon voor de decoratie. Ik dacht eerst dat daar misschien nog een batterijtje in zat en dat het dan licht kon geven, dat onderdeel. Maar nee, dat is niet zo. Het is gewoon de staart van de zeemermin. Hier kun je er zo buigen. Het hoofd kun je bewegen. De armen kun je bewegen. En je kunt ze ook zo naar buiten doen. Ze is erg slank. En dan heeft ze een hele felgekleurde staart. De achterkant die is turquoise en aan de voorkant gaat die over van blauw naar geel. Ik vind dat ze er erg mooi uitziet. En eigenlijk valt me ook op dat dat paarse van de haar, dat dat niet zo heel erg goed past bij de andere kleuren. Toch vind ik dat ze er wel goed uitziet. Maar als ik zelf moest kiezen wat voor kleuren ik erbij zou doen, dan zou ik toch iets anders kiezen. Niet echt groen of geel, eerder misschien rood of roze. Jullie kunnen me laten weten wat jullie daarvan vinden, of jullie die kleuren bij elkaar vinden passen, of dat het beter was om een andere kleur te gebruiken voor de staart. Dat kun je me laten weten. Ze heeft hier trouwens nog een soort krans in de haar, met sterretjes erop. Het ziet er een beetje uit als een parelketting. En kijk, hier zo is het een beetje los. Ja, ik vind het een supercoole kleine zeemermin. Ik vind het hartstikke leuk. Je kunt er leuk mee spelen. En je kunt er ook nog mee spelen in bad. Dat is natuurlijk extra leuk. Ik kan ook nog een andere keer testen of ze kan drijven. Dat zal ik ook nog wel eens uitproberen. En laat me verder weten in de reacties wat jullie ervan vinden. En zoals ik al vroeg, wat jullie vinden van de kleurcombinaties. Hebben jullie misschien al zo'n mini zeemermin of kennen jullie iemand die er eentje heeft? Kun je laten weten. En dit was het dan ook voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!